Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Deze twee ratjes die zitten al lekker te spelen. En Sam die ligt te slapen. En vanochtend werd Jordi wakker. En Jordi snot dat altijd. Dat weten we, weten niet anders dan dat dit zo is. Maar waarschijnlijk heeft hij op zijn rug gelegen en is het in zijn keel gelopen. Dus hij werd vanochtend wakker en hij was gewoon een beetje benauwd. Dus toen heb ik zijn neus behandeld en silometazoline gegeven. En laten drinken. En toen was het op een gegeven moment weer goed. Maar omdat dus alles wat kleiner is bij hem en hij heeft vrij grote amandelen. Die ze nog niet willen verwijderen. Klemt dat gewoon een beetje. Dus hij was echt zo zat hij. Maar dat kwam gewoon echt door de snot en slijm. En, nou. In ieder geval, dat is dus wat er vanochtend was. Dus hij was wel op tijd wakker. Sam trouwens, die heeft al een paar nachten gewoon goed doorgeslapen. Maar als jij van gebroken nachten afkomt, dan heb je wel eventjes tijd nodig om te herstellen. Dat weet ik nog van Liam. Dus maar tot nu toe heeft hij tegen 11:30 de laatste fles. Dus dat is op zich best netjes. En dan liggen we tegen, lig ik tegen 11:15, 12:30 lig ik in bed. Dus ik vind het eigenlijk best netjes wat ik doe. En als morgens mocht hij eerder komen, doet Niels het. En anders dan doe ik het gewoon. Maar goed, ik ga eventjes verder hier. Ik heb mijn was alweer aanstaan. En ik moet hier nog een beetje opruimen, want gisteravond had ik geen puff meer. Dat is ook een nadeel. Dat je op een gegeven moment gewoon opgebrand bent en niet meer. Maar ja, we doen gewoon wat we kunnen. Dus als jullie in de toekomst wat rommel zien, sorry. Ik heb 3 kindjes waar ik de goede zorg voor wil geven. En soms is dan het huishouden even minder belangrijk. En dan is het nu weer tijd voor fruit. Ik heb nu peer. Ja, er zit peer in. En er zit aardbeidjes in. En brinta. En ik heb gisteren toch nog even gauw cake gebakken. Nesquik cake. Dat is gewoon een boerencake mix. En daar met melk en Nesquik doorheen. En dan vinden de kindjes lekker. Dus dat heb ik gemaakt. De kindjes zijn weer wakker. Wat ben je aan het doen? Ben je lekker aan het weer wappen? Lekker, gezellig. Deze was niet wakker, die sliep. Of die slaapt. Die heeft zijn flesje alles gehad. En deze vent is ook wakker. Jordi is een beetje aan het snotteren. Dat dus. Ik heb ook zijn fysio nu afgezegd. Omdat ze is ten eerste zwanger. En ten tweede, er zijn richtlijnen. En daar moeten we ons eigenlijk allemaal aan houden. Maar hij snottert dus een beetje. En hij heeft volgens mij een beetje keelpijn. Maar ja, welk kind snottert er nou niet? Jordi snottert vaker als enig ander kind. Die hoeft maar 1 keer te doen en hij snottert. Sowieso is het wel zo dat wij, Niels en ik, zijn altijd alle aan het snotteren. Ik heb nu ook weer last van hooikoorts. En Jordi die heeft daar ook een beetje last van. Je moet nog drinken jij. Dan wil hij ook geen flessen drinken. Want hij gooit iedere keer die fles weg. Wat wij eten vandaag is dit. Maar ik heb meer gehakt. En dan maak ik dus ook dit van. Normaal doe je dit met kip. Maar ik vind het lekkerder. En Niels ook met gehakt. Dus dan maak ik dat met gehakt. Doe ik het gehakt mengsel doe ik alvast maken. Zodat ik morgen alleen de crème fraîche mengsel hoef te maken. En dan kunnen we morgen sneller eten.
Voor de kindjes komt hier altijd rijst bij. Zodat ze ook gewoon lekker mee kunnen eten. Omdat Liam kan die tortilla vellen nog niet eten. En Jordi kan dat al helemaal niet. En dit eten we dus vandaag. En dit is ook met gehakt. En er moet ook paprika in. Hier moet ook paprika in. Ik doe hier altijd champignons in. Nou, hier doe ik ook altijd champignons in. Nou, ga maar na. Ja. Ik ga daar gewoon eventjes maken voor 2 dagen. Dan heb ik morgen het iets makkelijker. Even trouwens de info. Ik doe altijd meer groentes erin dan wat erop staat. Zo is bijvoorbeeld bij de burrito's doe ik ook nog champignons en courgette bij. En bij die ovenschotel doe ik ook nog champignons erbij. Dus er zit extra groente in. Ik doe meer prei erbij. En ik doe meer paprika erin dan dat hierop staat. Dus wat dat betreft, ik doe meer groentes erin dan wat daarop staat. Kan altijd, hè. Gehakt voor de burritos klaar. En mijn ovenschotel ook zover klaar. Ik moet er dadelijk alleen nog dat mengsel overheen doen. En dan kan dat de oven in. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Dat moet nog eventjes wachten. Dus. Ik heb mijn vaatwassertje net aangezet. Nou ga ik eventjes de middelste de fles geven. Als ik zijn naam zeg, dan weet je al hoe laat het is. Dan krijg ik geen mekker. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan is het alweer bekant tijd om tussen hier even opruimen en zo. Ik heb echt zo'n dag zo. Boah. Ik weet niet. Maar hebben we allemaal wel eens. En Liam die krijgt ook een flesje. Lekker drinken, hè, jongen. Ja. Al onze kindjes liggen lekker te slapen. Jordi had wel wat moeite in verband met zijn neus. En hopelijk blaft u voor ze niet wakker. Ja. Ze hebben hier een andere straat. Hebben ze studenten hebben, denk een feestje of zo. Joef reageert daarop. Ah ja. Wij gaan in ieder geval lekker slapen. Wel rusten. Wel rusten. Een hele goede morgen. Nou, vannacht is Jordi wakker geworden. Hij had alles vol met snot zitten. Vanochtend hebben we alles helemaal schoongemaakt. En ja, de snot kwam er gewoon. Ja, het was gewoon blubber. Dus ja, fysio gaat niet door. Ik heb hem ook al ziek gemeld voor morgen voor school. Want ja, ik ga hem niet naar school sturen op deze manier. Want hij is gewoon echt niet lekker. Ik heb ook paracetamolletje vanochtend gegeven. Dus hij heeft geen koorts hoor, maar gewoon, hij heeft gewoon keelpijn en last van snot. Dat is gewoon waar hij last van heeft. Dus dat is nu de situatie hier. Hij is wel lekker aan het spelen nu, Liam ook. Ja. Mama is moe, maar ja, papa is ook moe. Mijn papa heeft vannacht bij Jordi gelegen. Dus Sam heeft wel goed doorgeslapen. Dus dat is toppie. En dus ik ga eventjes hier wat dingetjes doen. Iedereen heeft zijn fles gehad. Iedereen heeft alles gehad wat ze moesten hebben. Dus kan ik hier eventjes was aanzetten en alles. Dus. Daar ga ik even doen. Ik heb heel even de box opgeruimd. Dan hebben ze allebei meer speelruimte. Want ja, hè. Jordi en Liam waren dit ruzie aan het maken. Ik denk, nou dan doe ik dat even gauw. Ik ga heel eventjes weer verder. Ik heb mijn was alweer aanstaan en alles. Ik moet zo'n fruitje maken voor de jongens. Dat doe ik wel gewoon altijd ook als ze ziek zijn. Gewoon hun fruit en alles. Gewoon een beetje het ritme proberen te houden. Maar dan wel op hun aanpassen. Dus
Dus dan gaan we maar even doen. En als ik alle knuffels daarin heb gegooid, is dit het resultaat. En toen was het weer tijd voor het fruitje. Als het fruitje daar klaar is, zal Sam dadelijk alweer komen. Ik heb een fruithap gemaakt van appel en peer en Brinta en een koekie. Goed zo, Jordi. En jullie zien misschien Jordi nu wel enigszins vrolijk, maar dat komt omdat we zijn neus altijd heel goed bijhouden. Volgens mij zijn ze bezig met een verrassing voor ons. Had ik hem zonder corona wel naar school laten gaan? Lastig. Weet ik niet. Weet ik echt niet. Leo waarschijnlijk wel, maar Jordi weet het niet. Wat zijn ze toch allemaal aan het doen? Geen idee, weten jullie het? Ja, Jordi, dat krijg je ook. En als jullie dadelijk de vraag hebben van, laten jullie Jordi testen? Nee, die laten we niet testen. Liam ligt al op bed. Sammetje slaapt, die heeft zijn fles gehad. Dan krijgt deze grote vent zijn fles. En dan gaat hij dadelijk ook lekker naar bed. Ik ben net geknepen tot en met. Ik moet zijn neus doen en dat wil hij niet. En Jordi heeft kracht voor 10. Dus ja, dat is even ruzie maken. En dan knijpt hij en bijt hij alles wat hij te pakken kan krijgen. Gelukkig weet ik dat hij ook kan bijten. Dus dat kan ik tegenhouden. Maar dat knijpen, zijn handjes, die komen overal. Dus had met mijn vel gekwepen. Die zie je zo onder op mijn bovenarm. Ja, dat zal weer een blauw plek worden. Want dat kind kan knijpen. Iedereen is weer wakker. Of ja, Sam slaapt nog. Maar Liam is wakker. Jordi is ook wakker. Maar als ik vandaag op een kinderdagverblijf zou werken, zou ik de afdeling schreeuw, zeik en jank hebben. Je moet niet zo gauw, schatje. Jordi krijgt zo dadelijk even drinken. Sam, hoop ik dat hij nog even een kwartiertje slaapt. Want die moet eigenlijk ook de fles. Maar dan kan ik Jordi even rustig zijn drinken geven. En ik doe er ook een paracetamolletje in. Want... Dus die krijgt een kleine cocktail. Jordi, wat ben je daar aan het doen? Kom hierheen. Jordi, kom eens hierheen naar mama. Jordi. Even deze aangezet. Want hij was van alles aan het uitvreten. Gelukkig heb ik gisteren al het een en ander klaargemaakt qua eten. Ik ben nu rijst aan het koken, die is bijna klaar. En kan ik straks alles voor de kindjes onder elkaar maken. En voor mij en Niels de burritos klaarmaken. En dan kunnen we eten. Dus wat dat betreft heb ik het goed geregeld. Niels? Ja? Wie zijn er allemaal schoon? De mannen. Alle mannen zijn in bad, douche en alles geweest. Zijn we schoon? En Jordi had vandaag echt een chagrijnige dag.
Ja, maar het is wel heel snel aan het slapen. Ja, dan komt het zal wel veel energie gekost hebben de dag. Ja, ik heb hem heel moe gemaakt. En morgen blijft hij ook thuis. Sam heeft een fles gehad. Die moet over 2,5 uur ongeveer weer. En dan gaat hij ook weer de nacht in slapen. En dan hoop ik dat hij ook de hele nacht doorslaapt. Wat hij al een paar nachten doet. Ja, gelukkig wel. En ja, ik ga dadelijk nog wel opruimen hier. En zeker om 10 uur Netflixen. Of Videoland. Videoland. Ja. Want vanavond komen al 2 afleveringen van The Handmaid's Tale online. En moeders, die vindt dat een hele mooie serie. Jazeker. Dat zijn allemaal praktijktips, toch, voor jou? Dat zijn geen praktijktips. Ik hoef geen handmaid. Nee, oh ja, ik dacht dat je mijn handmaid was. Nou, nee. Nee. Qua bevalling wel onderhand. Ja, omdat je zo snel doet. Ja. Ja, precies, dat is waar. Ze moet alleen niet aan mijn kop gaan staan. Push, push. Breathe, breathe. Nee, dat moet allemaal niet. Maar goed. Ik ga ook deze upside-down afsluiten. En tussendoor ook even editen. Want, ja, opruimen is niet interessant om te zien. Tenminste, lijkt mij niet. Als je dat wel vindt, laat even weten. Dan kan ik daar een keer filmen. Ja, je weet nooit wat mensen naar willen kijken, hè? Dus, maar goed. Bij deze ga ik deze upside-down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.